Dag dames en heren, leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. De juni maand is met zomers weer begonnen, vakantie in eigen land, dat ziet er prima uit, maar we gaan wel eens even kijken of dat lang stand weet te houden. De weerkaart achter mij is een weerkaart met de luchtdrukafwijking voor de aankomende week, 6 tot 13 juni, en we zien dat er minimale luchtdrukafwijkingen worden voorzien in onze omgeving, vooral in de positieve zin met wat meer invloed van hoge druk ten opzichte van wat gebruikelijk is in deze fase van het jaar. Maar dit is een gemiddelde van al die berekeningen. De hoge en de lage drukgebieden zullen er rond deze periode wel op een wat andere plek liggen. Het levert bij ons een redelijk normaal weertype op voor begin juni. Wat temperatuur betreft, de warmte zit vooral in het zuiden van Europa, in het binnenland van Spanje bijvoorbeeld, bij ons vrij normale temperaturen. Koelte is wat verder richting het oosten te vinden. En als we dan de week daarna bekijken, dan zien we toch wel iets opmerkelijks. Het is duidelijk te droog op de Balkan. In Italië wordt ook minder neerslag verwacht. Terwijl ten noorden en ten westen van ons juist wat meer neerslag wordt verwacht. Daar lijkt de invloed van lage drukgebieden toe te nemen. En wij zitten precies op de grens. Af en toe zullen die lage drukgebieden met hun bewolking en buien ook wel doordringen tot over onze omgeving. Maar soms hebben we aan de voorzijde gewoon te maken met droog weer. Misschien kunnen we wel profiteren van de warmte uit Zuid-Europa. Dus ja, details zijn voor deze periode heel lastig te geven. Als je alles op een hoop gooit, lijkt het er overigens wel op dat de temperatuur in deze periode ruim bovenop. Uitkomt. Alleen of dat dan vooral de dagperiode is dat de temperaturen flink weten te pieken, of dat het juist milde nachten zijn omdat er veel bewolking is en een aantal buien, ja, dat is voor zo'n klein landje als Nederland, wat op de kaart niet meer dan een, go een goede stip is, heel lastig aan te geven. In de pluimgrafiek zien we in ieder geval dat na een warme zaterdag en waarschijnlijk ook nog wel zondag in een deel van het land, temperaturen vanaf maandag weer wat lager uitkomen, zo rond de 20-21 graden. En dat blijft voorlopig wel zo. Als we wat verder kijken naar deze pluim, dan zien we op het einde voorzichtig weer de spreiding toenemen. Er zijn er wel eens een keer wat uitschieters richting 30 graden mogelijk, maar ook uitschieters die onder de 20 graden blijven. Ja, daar kun je natuurlijk geen weersverwachting mee maken. Het gaat dus echt letterlijk alle kanten op. En hoe komt het nou dat we zo lastig kunnen aangeven wat er de komende dagen precies gaat gebeuren, weken moet ik zelfs zeggen? Dat heeft alles te maken met de fase waarin we ons bevinden in het jaar. Het is zomer, de luchtdrukverschillen op de Europese weerkaart zijn op dit moment veel kleiner dan in de winter, waarbij er soms hele krachtige hoge drukgebieden liggen. En als tegenhangers de echte flink uitgediepte stormdepressies, die zie je in de zomer veel minder. Stormen in het zomerseizoen zijn zeldzaam in West-Europa en ook in Nederland. En om daar wat meer op in te gaan, gaan we nog eens even kijken naar een nieuwe kaart, een nieuwe afbeelding die we nog niet eerder hebben gebruikt. De MJO-index, de Maiden Julian Oscillation. Dat is een index die we gebruiken om aan te geven wat voor stromingspatronen zich kunnen voordoen. Ik ga er niet te diep op in, maar misschien dat we daar nog wel eens een keer wat uitgebreider bij stil gaan staan. Deze index heeft alles te maken met het voorkomen van felle regen- en onweersbuien rondom de tropen die zich rond de evenaar bewegen en die verspreiding, die verplaatsing, die heeft vervolgens ook weer invloed op het weer op de gematigde breedte. Nou, en er is een index aangegeven, een uh, index 1 tot en met 8 en het blijkt dat als de MJO-index op fase 6, 7 of 8 zit, dat er een mogelijkheid is voor meer blokkadevorming, droogzonnig en warm weer in deze fase van het jaar. Maar zit je wat meer in fase 1, 2 en 3, dan is er een doorstroompatroon met westenwinden en wat wisselvalliger weer en gematigde temperaturen. En wat we ook verder kunnen zien aan deze index, is dat hoe verder je van het midden af zit, hoe groter de invloed is van die buiencomplexen op het weer op het noordelijk halfrond. En we zien in deze fase dat we geleidelijk aan wat meer naar het midden gaan, de invloed van deze index wordt minder. En dat heeft alles te maken met die minimale luchtdrukverschillen. En dat betekent dus dat betrouwbaarheid van een langetermijnverwachting in deze fase van het jaar gewoon heel lastig is. Nou, wat we wel heel duidelijk zien, is dat we zo rond de 13e wat meer naar een weststroming toe gaan, wat wisselvalliger. Wat minder hoge temperaturen, maar al heel snel tijdens de 30-daagse periode zien we dat eigenlijk elk weerregime een even grote kans heeft om te slagen. En dat maakt de betrouwbaarheid van zo'n lange termijnsverwachting echter minimaal. En dus als we verder vooruit kijken voor de laatste volle juni-week, uh, dan zien we dat er hele minimale luchtdrukafwijkingen worden voorzien. Ook wat neerslag betreft is dat het geval. En ook de temperaturen lijken vrij normaal te blijven in onze omgeving. Maar nogmaals, dat zijn allemaal berekeningen op elkaar. Ik denk dat de spreiding in temperatuurpluim heel groot is. Alleen het zuidoosten van Europa is duidelijk warmer. En dus kunnen we stellen dat de vakantieganger in eigen land de komende dagen moet genieten van het zonnige zomerweer. Daarna rekening houdend met onweersbuien en waarschijnlijk een overgang naar een wat normaler weertype. En of het later in juni echt stabiel zomerweer gaat worden, op basis van de huidige 30-daagse weerkaarten is dat helaas niet aan te geven. Volgende week gaan we toch weer een poging doen. En in de tussentijd voor al die vakantiegangers zou ik zeggen. Pak dagelijks even onze weervideo erbij. zodat je in ieder geval op de hoogte bent van de weersontwikkeling op de korte termijn. zodat je toch je vakantie in eigen land goed kunt plannen. Tot de volgende keer.